De wereld van de pinguïns. Een van de weinige diersoorten die kan overleven in het diepvriesklimaat van Antarctica is de pinguïn. Deze vogel, die eruit ziet alsof hij in smoking is gekleed, weet zich prima te vermaken op dit ijzige continent. In de zomer beginnen de pinguïns met broeden. Hiervoor zoeken ze massaal de schaarse plekken waar het kale land onder het smeltende sneeuw vandaan komt. Het is daar dan ook een drukte van belang.